Oké, okay, hij filmt, denk ik. Cool. Ja, hij filmt. Ja, beginnen maar. Oké, okay. Hallo iedereen. Welkom bij deze vergadering. Het is vandaag 5 november en het is nu 2:10. Iedereen is er behalve Richard. Geen afmelding van hem, dus dat zullen we later nog wel horen. Vorige keer hebben we het gehad over het algemene project en iedereen moest een paar concepten gaan maken. Ik zie ook dat jullie allemaal bij hebben, dus dat is goed. Dus daar beginnen we mee. Iedereen laat concepten zien en legt het een beetje uit. Daarna kiezen we een concept of een paar delen van een concept. En dan spreken we de volgende vergadering af en wat we daarvoor gaan doen. En dan sluiten we het af. Dus laten we maar beginnen met iedereen zijn concept. Ik begin met Michel, denk ik. Nou, ik heb hier mijn concept uitgewerkt op een A4'tje. Dat zou ik even aan jullie uitdelen. Dank je wel. Mijn concept is een mini-versie van de Land Rover Defender. En dan twee aandrijvingen natuurlijk, maar elektrisch is er standaard. Iedereen wil dat gebruiken. Een trapaandrijving kan makkelijk. Dat kan geregeld worden. En als je dat dan op het frame zet en een scootermotor op de achterwielen, heb je 1 of 2 aandrijvingen en ben je goed bezig. En dan kan je een bankje, 1 of 2 personen, snelheid, je mag maximaal 50, maar het is geen enkel probleem als je maar 30 rijdt. Het is wel leuk om 50 te rijden en dat kan ook wel, maar het hoeft niet. Er staat in de eisen specifiek geschikt voor onroad, maar hij mag ook uiteraard off-road zijn. En als je dan daar een soort van op zin speelt, dan krijg ik toch maar misschien extra punten. Omdat het zo klein is, blijft hij makkelijk onder de 500 kilo. Een paar van de innovatieve oplossingen moesten erin zitten. Hij is, zoals jullie rechts onderin zien, deelbaar in het midden. Gewoon met een paar bouten kan je hem in en uit elkaar schrijven en dan kan je hem zo op de tablet krijgen. Het is gewoon in principe. Kijken. En die trapaandrijving dan met tatwielen, daar kan je heel innovatief in zijn. En dan heb je toch innovativiteit. Een goede elektra natuurlijk, met werkende lampen. En de detailniveau van de uiterlijk moet gewoon heel hoog zijn, dat hij er ook goed uitziet. Maar is dit een soort kit? Nee. Moet je het zelf maken? Ja. Zoals je dat tweede plaatje ziet, dat krijgen we er niet bij. Dit in het midden, nee, maar dat is ook geen Land Rover. Dat is een Morris Moke. De Mini Moke, ja. Maar hoe wil je die buitenkant gaan maken? Met het spul kunststof. Dat is de vorige keer zijn. In plaats van werken met kunststof gaan. Een bal maken en daardoor weer in. Ja, alleen de motorkap hoeft echt gevormd te worden. De rest is zo goed als recht toe, recht aan bij de landen. Oké. Heb je nog vragen? Wat is de fun factor? Kijk, dat dacht ik. Jullie hebben vast wel een goed fun factor wel kunnen combineren. Oké. Daarom zijn we team. Ja, denk ik. Ja. Oké. Ik denk Valentin. Ja, ik heb dus vooral gedacht aan fun factor in plaats van het hele fun factor. Dus ik heb een paar fun factor bedacht die ik kan combineren. Dus bijvoorbeeld, in ieder geval, het is meer handig dan het fun is, maar dat is een camber. Dus dan heb je klein oppervlak van de band die contact heeft met het oppervlak, dus dan heb je minder verding, dat kan handig zijn. En natuurlijk de litten die meedraaien als je de wielen rijdt, als je door ze te plaatsen boven de wielen zelf. En net als bij een kar, als je wil koelen, dan kun je zo'n klepje open en dicht schuiven. En dat dit dan hier automatisch gaat met een sensor die merkt als de motor temperatuur is. PTC. Ja. Oké. Dat zijn meer handige dingen dan. Dat kunnen we ook met die van Michel. Ja. Nou, waar ik aan zat te denken is gewoon een complete auto. Met eigenlijk alles erop en eraan. Maar wel compact. Eigenlijk net zoals deze. Zodat je onder je 500 kilo blijft. Ik wilde sowieso wel dat er twee deurs. Gewoon een dak eroverheen en vleugeldeuren erin die hydraulisch bedienbaar zijn. Door middel van een knopje of iets dergelijks, dat lijkt me wel heel erg gaaf om te hebben.
twee aandrijvingen. Ja, gewoon een blok van een auto, oude auto. En een elektromotor. Wilde ik een blok voor die auto, wilde ik voor de achteras hebben. Met een differentieel erin, een kardan. En dan de elektromotor voor de voorwielen. En ik wilde ook nog zo'n mechanisme erin dat je door middel van een hefboommechanisme de auto kan optillen van zijn achterwielen en in één keer 360 graden plat draaien. Dat lijkt me leuk. En werkende elektra, zoals koplamp, richting aan beide is, achterlichten, remlichten, klaxon. Ja, die deuren worden dan hydraulisch bediend. En ja, dat is eigenlijk wel. Okay. Ja, ik zat een beetje op hetzelfde pad als Corné. Alleen dat ik hem iets, ja, eigenlijk een beetje gebaseerd op de SLS. Mm-hmm. Okay. Ook met vleugeldeuren, maar dan met sidepipes, met kleppen erin. Net zoals dat groepje dat vorig jaar heeft gewonnen. Dat het gewoon zacht is als het voor de test moet en lekker hard als het mag. Mm-hmm. En verder ook van die opklappende koplampen, zoals voor een MX-5 of zo. Ja. En dan heb ik niet één specifieke funfactor, maar gewoon een combinatie van al die dingen. Gewoon de hele beleving ervan. En ook, zoals jij zei, gewoon een complete auto met body en lichten en deuren. En alles dat daarbij komt. Ja, goed. Dus dat was mijn idee. Een goed idee. Ja. Dus ik denk als we daar... ja, wat denken jullie daarvan? Van, ja, zeg maar, een combinatie van het idee van Corné. Ik vind het wel een goed idee. Zijn delen die jullie aanspreken? Ja, sowieso een funfactor. Die heb ik niet in mijn concept. Ja. Ik denk dat we nu wel moeten gaan bepalen of we onrood of off-road willen. Ja, het lijkt me wel leuk om het allebei te kunnen. Ja. Ja, mij ook. Zeker omdat het ook staat, is het misschien toch wel leuk als je het doet. Er was ook iets van een off-road parcours of zo. Ja, dat is meer met een klein coupé. Nee. Met zo'n flipcar iets. Ja, kan misschien. Maar... Ja, dat was vroeger een 911 die aan de Parida-car. Ja, maar die was ook voor de hoogte. Nee, dat is niet waar. Nee. Dus we kunnen ook gewoon een combinatie maken. Wel met een complete body en een beetje een coupé look. Mm. En dan wel wat hoger op spoten zoals de Defender. Mini XS. Ja, dat kan. Ja, dat. Noem er dan twee deuren, zeg. Ja. Ja, okay. Laten we ons concept maar gewoon voorstellen aan de klas. Dat lijkt me het beste. Ja. Want daar zitten allemaal wel zo bij. Ja, volgens mij. Dat we gewoon een concept maken van een soort van sportieve coupé SUV. Mm-hmm. Ja. Dan kunnen we dat presenteren. Dus dat maken we voor een project. Morgen. Ja. Vrijdag. Oké, dan moeten we daarvoor eventjes een tekeningetje daarvan maken en wat uitleg erbij. En dan nog een dingetje, die nou, de eerste aandrijving zijn we het volgens mij wel over eens, gewoon een benzinemotor. Ja. De tweede aandrijving, wat doen we daarmee? Elektrisch of iets anders? Omdat iedereen elektrisch heeft en je hebt ook accu's die wegen. En al dat soort dingen is het misschien minder slim, denk ik. Omdat het is wel echt gewicht, die accu's. Ja, voor de keuring kunnen we die ook gewoon eruit vissen. Ja, maar dan kan je niet direct in de weg. Nee, zei dat ik vandaag niet doe. Dat die leeg is. Ja, de volle accu's wegen meer. Volgens mij hoeven we niet zo'n hele functionele tweede aandrijving te hebben. Want alle tests die we gaan doen, doen we toch gewoon. Ja, benzinemotor. Dus van die anderen iets hebben in cel. Ja, alsof ze dat. Ja, dat hebben ze ook maar voor je handen op. Dus ik denk dat we gewoon het beste het lichtste kunnen. En dat is inderdaad trappen. Mm-hmm. En dan, als je maar 5 km per uur rijdt, nou en trappen precies, op. Maar het kost 2 benzine en ook. Zelfs het echt niet. Trappen met trappenondersteuning. Oké. Volgende vergadering is volgens mij gewoon weer donderdag de 13e. Ja. 12e, zeg ik. 5-7. Ja, dan was dat. Oké. Okay. Ja.